verrassing voor Amber ga ik op zoek naar mijn identiteit. In deze muzikale schilderijtentoonstelling verken ik de verschillende aspecten van mijn persoonlijkheid, seksualiteit en vrouwelijkheid. Begin december 2012 reisde ik af naar Rusland om daar mijn zoektocht naar de ziel voor te zetten. In het prachtige Pskov was de expositie I Had a Dream gepland, die echter geheel onverwacht een verrassende wending nam. We zijn hier bij mijn expositie in de bibliotheek van Pskov in Rusland. En tot mijn grote verbazing zijn er 16 plus dingetjes op mijn schilderijen gehangen. Omdat het materiaal blijkbaar te heftig is voor tere kinderoogjes van onder de 16. Er staan dus wel borsten, maar ja, 16 plus, 12 plus had ik nog begrepen, maar 16 plus is, vind ik heel erg overdreven. En we hebben een beetje het idee, en daar hebben we ook, dat hebben we ook een beetje besproken met mensen hier, dat het een beetje uit het soort van Sovjet-achtige angst voortkomt, dat mensen gewoon hier bang zijn om iets te doen wat te heftig is of te ja, dat ze bang zijn dat dingen tegen hen kunnen werken of zo.